De Superprestige dus voor het eerst in Friesland. Een peloton van 50 renners met Van der Poel en Nijland daar als eerste door de bocht. Het is tot nog toe een seizoen dat Belgisch getint is. Groenendaal en Pontoni wonnen wel een klassieker, maar de meeste zegens gingen naar de Belgen. Hier hebben ze de kop genomen. Sven Nys en Mario de Klerk voor Van der Poel en voor Bart Wellens. Dat was de situatie bij de balken waar iedereen van de fiets ging. Ook de specialisten Wellens en Nys die normaal over die balken springen met fiets en al. Tweede ronde, Mario de Klerk en Sven Nys op 50 meter, Bart Wellens en Adrie van der Poel. En daarachter de rest met Wim de Vos en met de anderen. Ben Berden, met Simunek, met Pontoni die dan al ver achter ligt. Die had een off-day vandaag en dat ging niet goed met de kleine Italiaan. Hier de twee Belgen. Dus dit is de bevestiging weer van wat tot nog toe in dit seizoen aan de hand is. Belgisch overwicht. Wellens met Nijland en Van der Poel zijn in de posities 3, 4 en 5. Maar de kopposities zijn voor de Belgen. De Klerk, de 32-jarige, volgroeide wereldkampioen. En het jonge talent Sven Nys. Daarachter Bart Wellens, 20 jaar. Van der Poel, 39 jaar. En De Vos, 29 jaar. Wim De Vos die vandaag heel goed presteerde. Op dit parcours waarin de Belgen aanvankelijk weinig zagen. Te vlak vonden ze het. Maar u ziet dat meteen de verschillen worden gemaakt. En het ligt er zwaar bij. Kijk maar, want het had de afgelopen dagen natuurlijk geregend. Nys en de Klerk, die maakten het. Vanaf de tweede ronde, zeg maar. En ze namen steeds meer voorsprong. En Van der Poel joeg en joeg achter dit tweetal aan. Hier Simunek en Van Zandvliet voor de plekken 8 en 9. De Tsjech en de Belg. En Danielle Pontoni, ja, die had dus inderdaad geen goede dag. Hier passeert hij op de 16e plaats op meer dan 5 minuten achterstand. En Pontoni, ja, hij had een verre reis gemaakt naar Friesland, maar hij had eigenlijk niet hoeven te komen in deze vorm. De Klerk valt aan. We zijn dan op 3 ronden voor het einde. En Nys moet 150 meter toegeven. Is dit de beslissing? Het ziet er naar uit. Dan Wellens en Van der Poel. Die alsmaar joegen en op 15 seconden bleven hangen, maar niet echt dichterbij kwamen. Dan Wim de Vos op de 5e plaats. Keurig gedaan. Voor de Brabander. Die heel veel tegenslag heeft overwonnen. Daarachter een achterblijver en dan Ben Berden op de 6e plaats in de wedstrijd. Toch heeft Nys het klaargespeeld om die 150 meter achterstand weer goed te maken. En de twee zijn weer bij elkaar. Ze gaan stilaan naar het einde toe. Wellens en Van der Poel komen niet echt meer dichterbij. En zouden tenslotte de jacht staken en zich bepalen tot de 3e en de 4e plaats. De Vos bleef 5e op zo'n 1,5 minuut. En dan hebben we ook nog Nijland, die redelijk presteerde in de eerste helft van de wedstrijd, maar daarna terugviel naar de 10e plaats op 2 minuut 14. Simunek en Van Zandvliet kwamen ook niet meer dichterbij. De posities waren geconsolideerd op dit snelle parcours dat elke ronde 10 ronden lang in zo'n 5 minuten en 20 seconden werd afgelegd. De Klerk en Nys gaan naar de streep. Het wordt de zoveelste Belgische overwinning. De Klerk, de sterkste man vandaag in de wedstrijd zelf. En Nys, het jonge talent, dat zijn voorsprong in het algemeen klassement van de Superprestige nog maar verder gaat uitbreiden. Want hij wordt 1 of 2 en hij kan de Superprestige bijna niet meer verliezen. Wellens is opgerukt naar de 2e plaats in het algemeen klassement. Van der Poel staat op de 4e plaats in de algemene rangschikking. En De Vos wint met zijn 5e plaats weer zoveel punten dat hij dus aardig nog wat geld kan verdienen straks bij de eindafrekening. De eerste prijs in de Superprestige is 28.000 gulden. We gaan naar het einde toe op deze zandbarrière met de Klerk op kop en Nys daarachter. En de Klerk die gaat dan nog een slotoffensief beginnen. En hij rijdt Nys los in de laatste ronde. We laten deze achterblijver even passeren. En dan zien we hoe Mario de Klerk zijn 10e zege in dit seizoen behaalt. Op 7 seconden wordt Sven Nys 2e. En blijft dus leider in het algemeen klassement. Op 20 seconden eindigt Bart Wellens als 3e. En Adrie van der Poel is de beste landgenoot Nederlander op 27 seconden.